Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Ik moet nu snel naar de kerk, want ik ga muziek maken en ik ben eigenlijk alweer te laat. Tot zo! Er is hoop die groter dan de dood is. Er is leven sterker dan het sterven. Er is licht dat niemand ooit kan doven. Er is liefde die nooit teleur zal stellen. Weet je dat ook? Ik hou van plannen. En ik plan vakanties totaal. Maar ik ben ook iemand die improviseert. Dat lijkt bij elkaar een tegenspraak, maar dat betekent dat je gewoon nog beter moet plannen. Na de koffie 's ochtends op vakantie, dat mijn gezin aan mij vraagt: vader, wat gaan wij vandaag doen? En dat vind ik wel eens lastig. Want ja, kom, wat willen jullie zelf eigenlijk? Maar ik heb wel 7 plannen al voor die dag, afhankelijk van het weer, waar we heen kunnen. En op Google Maps heb ik gekeken hoe de ringweg van een klein dorpje in Frankrijk, hoe dat eruit gaat zien. Waar de parkeerplaatsen zijn. Dan moeten we even op de Google Maps zo door het straatje als we gaan shoppen. Want dan zijn daar lekkere restaurantjes om te eten. Daar heb ik de menukaarten van gekeken. En weet ik wat er gaat. Ik ben iemand die met de toekomst bezig is. Hoe kun je leven in het hier en nu? Precies zo. Zoals wat jij zegt, zo plan ik mijn vakantie. Ja, als je naar Engeland gaat. En, ja, precies. Of met treinen. Zo, dan moet ik ook. Ja, dat je, ik weet hoe laat deze trein moet. Dan ga ik daar overstappen. En dan ga ik hier. Precies. En als dat niet lukt, dan heb je alvast een plan B. Ja, precies. Van tevoren kan ik me verheugen. Ja. Dat is, vind ik op zich dat leuk. Is mooi. Ja. En op het moment zelf kan ik dus, precies wat jij zegt, improviseren. Ja. En dat vind ik ook weer leuk. Nee, dus dat is ook heel mooi. Hè? Dus ik denk dat het ook goed is. En daarbij is het ook naar jou en mijn kracht of zo. Om te kunnen plannen. Dus ik denk dat is ook het mooie. Maar wat ik wel merk is dus dat voor mezelf echt moet werken op vakantie. Om dan in het nu te zijn. Om op het strand, omdat ik, laat zeggen, iemand zei wel eens van hoe komt het nou als je altijd aan het plannen bent. Dat je niet in het nu bent. Iemand die zei, daar ben ik al geweest. Dus eigenlijk leef je dan in het verleden. In het verleden ben ik er al geweest. Ook in de toekomst. En dan denk je, ja, dus dat is heel goed. En dat plannen is zeker goed, maar het is ook goed om in het nu te zijn en ook los te laten. En dat is voor mij, nou niet helemaal nieuw, maar wel iets wat voor sommige mensen automatisch komt. En voor mij is het werk, of moet ik er even wat aan doen. Tijd om de vlog van gisteren te gaan editen, of die van vandaag, net hoe je kijkt. Wat leuk dat jullie allemaal kijken naar koken met koolrabi. Dan denk je misschien, wat is koolrabi? Nou, dan ben je hier op het verkeerde kanaal. Dit is koolrabi. De stengels, hij heeft normaal stengels, die zijn er al vanaf. Dat is koolrabi. En daar gaan we vandaag mee koken. Nou, ik vind koken dus heel leuk. Ik doe het alleen bijna nooit, omdat ik er geen tijd voor heb. Dus zo af en toe, dan maak ik tijd en dan ga ik ook wel echt even iets tofs maken. En in dit geval is dat een zalmschotel met koolrabi, spersiebonen en paprika. Met natuurlijk nog wat kruiden en andere lekkernijen erbij. Ik ben net al begonnen om broodjes te roosteren voor de broodkruim. Je schuift ze gewoon langs elkaar. Uiteindelijk, het resultaat dat je krijgt is een soort paneermeel. En een vieze keuken. Zoals het hoort in een kookprogramma heb ik alvast wat dingetjes voorbereid. Dus ik heb de boontjes al gedopt, een visbouillonnetje gemaakt, peterselie vastgeplukt. Dus nou goed, laten we beginnen met een tintje knoflook. Pletten even de knoflook, want dan gaat het velletje er makkelijker vanaf. En dan pletten we nog even wat verder. Dat is het idee. Een shallotje, in dit geval een redelijk fikse shallot. Paprika snij ik ook vast. En dan gaan we de koolrabi snijden. Dat is interessant.
Dit heeft dus een schil. Die schil moet eraf. Nou, dat is op zich logisch. En dan aan de onder- en bovenkant, daar zit nog een soort harde stukjes. Dus die moet je er echt even afsnijden. Nou, dat zie je ook. Je ziet hier ook een beetje het verschil tussen het vrucht... Nou, heet dat vruchtvlees? En de harde schil van de knol. Nou, zag ik dat iemand met een dunschiller doen. En ik hou heel erg van dunschillers. Want die maken je leven echt heel veel makkelijker. Ja, deze dunschiller scheelt toch iets te dun, wat mij betreft. Je voelt ook echt waar de schil ophoudt, zeg maar. En het eetbare deel begint. Right. De koolrabi gaan we in stukjes, nou, laten we zeggen dobbelsteentjes, van een centimeter of twee snijden. Als we dat nou een beetje gelijkmatig doen, dat is natuurlijk lastig, dan gaart hij ook het beste straks. De shallotjes en de knoflook gaan we even een paar minuutjes bakken in een beetje olie. En daarna komt de koolrabi erbij, als laatste de boontjes en de paprika. Dat laten we een minuut of vijf even stoken. En uiteindelijk de spergieboontjes. Daar gaat bij de visbouillon. Ik heb het recept gevonden als een ovenschotel. Maar ik ga lekker in de pan verder, want die moet ik toch al gebruiken. En het gaat erom dat het warm is. En dan kan de vis erbij. Ik was vergeten om de peterselie fijn te hakken, dus dat doen we alsnog even. Peterselie mag erbij, takjes tijm mogen erbij. Ik doe ze er altijd gewoon bij en dan vis ik ze er later uit. Voegen we nog wat havermelk toe om het nog wat romiger te krijgen. En now you wait. Dat is helemaal goed. Time to eat. Niks meer aan doen. Ja, iets smakelijk. Zo komt er ook weer een einde aan deze vlog. Leuk dat je keek. Doe hieronder even een duimpje omhoog. #koolrabi. Elke dag vers.